Maandag, dankzij Veradu, PVC en aluminium ramen en deuren. Dag kijkers, welkom bij de match van de maandag. De vraag of Puurs nog voor het einde van dit jaar zijn eerste thuiszege in de competitie zou boeken, is zaterdag met ja beantwoord. En het werd een volmondige ja. Want Puurs veegde met een duidelijke 3-1 de vloer aan met de bezoekers uit het Waasland. De overwinning kwam er niks te vroeg, want de Klein-Brabanders waren weggezakt naar de laatste plaats. En die heeft het nu wellicht definitief achter zich gelaten. Want coach Christina zorgt voor duidelijke lijnen en rust. Nou, op het moment dat je als een gek door het veld in gaat rennen en vliegen, ja, dan gaat het niet lukken. Dus voor mij is het gewoon puur de taak om de rust erin te houden, de rust erin te brengen. Dat ze gewoon de tijd ervoor nemen om de acties te maken en dan komt het vanzelf wel. Vanzelf, zo ging het zaterdag ook op één set na misschien. Het verslag is van Hans Selderslags. Coach Albert Christina weet dat het een erg belangrijke partij is voor zijn jongens. Winnen tegen Waasland is niks minder dan een must. Want een zege vandaag zou Puurs niet alleen wegbrengen van de laatste plaats, het wordt zo stilaan ook tijd om het betere werk van de jongste weken ook om te zetten in puntenwinst. En dan is een thuiswedstrijd tegen Waasland de gedroomde gelegenheid om die punten te pakken en vertrouwen te tanken. Maar cadeau gaan ze het natuurlijk niet krijgen van de bezoekers. Roeland tekent voor de 7-10. Maar Puurs bewaart de rust en is attent aan het net. Bakari blokt samen met kersversvader Bizet de 10-10 op de bordjes. En zo gaat het nog een tijdje gelijk op in die eerste set. Bates rond de pipe aanval af, 13-13. Een weerspannige netrand zit tegen op een belangrijk moment. Geen 20-18, maar 19-19. Net als woensdag in Lennek loopt Puurs 2 punten uit in de slotfase. Toen liep het nog mis en om een herhaling te vermijden predikt coach Christina rust. Het is kenmerkend voor zijn stijl van coaching. Waasland geeft het uiteindelijk zelf weg, maar eindelijk kan Puurs een spannende set winnend afsluiten. 25-22 en 1-0. Ik denk dat tot nu toe elke wedstrijd dat we gelijk opgingen, vorige week nog in Lennek voor de beker, Dat we altijd goed meegaan en de slotfase het niet kunnen afmaken en nu wel. En daarmee laten we ook wel zien aan iedereen en ook voor ons eigen dat we niet moeten panikeren in die slotfase. We zijn een goede ploeg, we hebben potentieel en we moeten dat dan ook gewoon kalm blijven op die moment. Met de setwinst lijkt Puurs een flink pak stress van zich af te gooien. Want het blaast Waasland helemaal weg in de beginfase van set 2. Het blok functioneert prima en de kloof wordt uitgediept naar 13-5. We moeten er wel bij zeggen dat Waasland in receptie en setup bij momenten klungelt dat het pijn doet aan de ogen. Maar dan moet hij het natuurlijk nog altijd afstraffen. En dat doet in deze fase vooral middenman Bizet, die net als het hele team baat heeft bij de duidelijke taakverdeling die de coach oplegt. We hebben nu onder Albert Christina een systeem waar het voor de middenmannen eigenlijk ook iets gemakkelijker is om te spelen. Iedereen krijgt zijn taak en iedereen voert ook zijn taak uit. En daarmee, als iedereen zijn taak uitvoert, is het veel gemakkelijker spelen. En makkelijker spelen staat in de tweede set gelijk aan makkelijk winnen. Waasland legt eerst Siqueira en daarna Bates op het derde setpunt voor Puurs geen strobreed in de weg. 25-16, het moet al erg lang geleden zijn dat Puurs een set met zo'n duidelijk verschil kon winnen. Op gebied van blok en service, dat we wel het verschil hebben kunnen maken. We hebben redelijk wat in verdediging aangeraakt, daarom niet gescoord, maar zij krijgen dan ook wel het gevoel van oei, wij krijgen die bal niet zo gemakkelijk op de grond. Inderdaad, in blok veel aangeraakt en ook kunnen scoren naar het blok. En dan service. Service rijden ook heel goed bij iedereen. En dan blijft bij hun de receptie op een meter of 3 hangen en kunnen wij ons blok goed organiseren. En dat hebben we inderdaad kunnen doen en veel aangeraakt. Ja. Het verschil is in de derde set veel minder groot en plots herinneren ze zich bij Waasland wat een killblok is. Van Goetem en Rochtus tekenen voor de 16-18.
Christina haalt in de slotfase Alen Dojordjevic van stal en die houdt de spanning erin. 21-22 dankzij de Sloveen. Maar dit keer volgt er geen happy end. Van Wallen smasht de hoop op een vlotte 3-0 aan Diggelen. 22-25 en 2-1. De vierde set wordt een doorslagje van set nummer 2. Met een thuisploeg die aanvallend bij momenten ongestoord kan doen waar ze zin in heeft, van organisatie is bij Waasland amper sprake. De kloof loopt op tot 8 punten. En dat komen de Oost-Vlamingen niet meer te boven. Het derde matchpunt is het goede voor Puurs. 25-17 en 3-1. Eindelijk is die eerste thuisoverwinning in de liga een feit. Een klein feestje is dan wel op zijn plaats. Bij een feestje hoort een cadeau, bijvoorbeeld voor kerstversvader Gilles Pizet. Dit heb ik gekregen van de fans, de fanclub van Puurs. Ze hadden mij al gewaarschuwd van we gaan iets tof geven. En, ze noemen mij hier altijd Bizekke. Of de Bizet. En voilà, een klein meisje aan de voorkant. Het embleemje van de supportersclub. Een heel leuke attentie. En, daarvoor wil ik wel alle fans bedanken. Dat is wel heel plezant. Ja. Ook coach Christina viert bescheiden mee, al was zijn rol aanzienlijk. Hoe ik de situatie aantrof, vond ik niet echt dat wij een structuur, dat er een structuur in de ploeg was. En dat spelers precies weten waar ze aan toe zijn, wat ze moeten doen, wat hun taken zijn en hoe ze dat moeten uitvoeren, et cetera, et cetera. En daar ben ik mee bezig geweest om dat erin te brengen en ook het zelfvertrouwen van de spelers een boost te geven. Dat ze gewoon geloof moeten hebben in wat ze kunnen en dat ze daar vertrouwen in moeten hebben dat ze dat kunnen. En daar moeten ze gewoon voor gaan en daar moeten ze gewoon zich niet inhouden. Ja, duidelijke afspraken maken en vertrouwen geven, het zijn de stokpaardjes van coach Albert Christina. En dat vertrouwen geven doet hij ook op een opvallend rustige manier. Stemverheffingen en wilde gebaren zijn er niet bij. Rustig blijven is de boodschap. Nou, op het moment dat je als een gek door het veld heen gaat rennen en vliegen, ja, dan gaat het niet lukken. Dus voor mij is het gewoon puur de taak om de rust erin te houden, de rust erin te brengen. Dat ze gewoon de tijd ervoor nemen om de acties te maken en dan komt het vanzelf wel. Nou, we hebben veel wedstrijden verloren, omdat we achterkwamen en willen winnen, waardoor we ons eigenlijk voorbij lopen. En Christina is dan een coach die iedereen terug rustig houdt en jongens voeten op de grond en doe gewoon je job, niet meer dan dat. En dat is genoeg, dus voilà, perfect voor ons. En daarmee heeft u alles gezien voor vandaag. Volgend weekend zit onze ploeg in de hel van Kasterlee. En dat zo kort voor kerstmis. We brengen dan uitgebreid verslag uit van de jaarlijkse winterduathlon. En die heeft zijn